Zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Costa Rica. AZ-trainer Marco van Basten ziet het Nederlands elftal wel bij de laatste vier komen en verwacht een overwinning op Costa Rica. De volgende tegenstander is Costa Rica. Dus daar zou je eigenlijk wel van moeten uitgaan dat je bij de laatste vier komt. Nou ja, dan is het natuurlijk allemaal heel erg dichtbij. Dus. Costa Ricaan en AZ-doelman Esteban deelt de mening van zijn trainer niet. For me it's not a surprise Costa Rica is in this instance against Holland. And honestly I have the feeling and I think we're gonna win. You know, I'm a Costa Rican. I don't gonna say Holland gonna win, but I have the positive think we're gonna win. Really? Yeah, of course. 2-1 or 2-0. Esteban leefde lange tijd in onmin met de bondscoach van Costa Rica en werd jarenlang niet opgeroepen voor het nationale team. Vlak voor het WK kwam daar verandering in. Personeel, we are okay, but he made the decision to not bring me. And yeah, I have to respect that decision, but the situation between he and me is really, really good. Terug naar Oranje. AZ-trainer Marco van Basten is duidelijk over de kansen van het Nederlands elftal om wereldkampioen te worden. Nou ja, kan worden. Dat is inmiddels natuurlijk wel een feit. Maar of het ze lukt, dat moet je natuurlijk altijd afwachten. Maar. Ja, voor mijn gevoel zijn er twee kampen. Mensen die zeggen alles voor wat het resultaat is het belangrijk. Maar er zijn dan ook wel een aantal mensen die zeggen, ja, we moeten Hollandse school voetbal spelen. In welk kamp zit jij? Nou ja, kijk, ik zit duidelijk in het eerste kamp. Het gaat in eerste instantie om resultaten op het hoogste niveau. En natuurlijk willen we allemaal wel goed voetbal spelen. En ja, het moet ook een beetje mooi zijn. Maar dat vind ik wel van ondergeschikt belang, moet ik eerlijk zeggen.